Dit is Tienhuizen, een klein buurtschap aan de rand van Leiden. Het ligt tussen het Valkenburgse Meer, Wassenaar en de A44 in en vormt voor de bewoners een klein paradijs. Dat paradijs dreigt toen onder te gaan nu de provincie Zuid-Holland hier de Rijnlandroute wil aanleggen. De huizen moeten dus weg, maar wat voor gevolgen heeft dat voor de bewoners? En ik hoop niet dat er iemand zo meteen gaat zeggen van joh, je huis moet weg, hier heb je geld en kijk maar even wat je doet. Het is mijn leven en als het nog 5 jaar duurt, heb ik nog 5 jaar dat dit nog aan de gang kan. En als ik zit te wachten en dan gooi ik het buiten hierbij neer en dan ga ik dood. Lambert Bouda, beeldend kunstenaar, heeft zijn atelier in Tienhuizen. Hij legt uit waar de Rijnlandroute komt. Nou, hier wordt het niet echt een Prins Klausplein. Maar daar verderop is een bedrijvenpark, Baaldrift. En dat wordt gespaard. Maar hier ongeveer komt een rit naar beneden toe, hier zo. En die gaat in een grote bocht waar dat bosje daar staat. Gaat hij dan onder de A44 door. En dat betekent ook dat de parallelweg een heel stuk deze kant op moet. En dan ongeveer hier komt te lopen. Zoals het nu op tekening staat, komt het fietspad net langs mijn loods. Of misschien net door de loods heen, dat is niet helemaal bekend. Maar ja, dit hier voor de deur is trouwens een fietssnelweg. Die is à raison van een paar honderdduizend euro vorig jaar nog helemaal opgeknapt. Door de provincie. Dezelfde provincie die dus nou over 2 jaar hier een kop in de grond wil steken. Dus niet alleen dat die ambtenaren niet creatief zijn, maar ze denken ook niet na. Over het fietspad is dus niet nagedacht. Maar geldt dat dan wel voor de nieuwe weg? Om op die vraag antwoord te krijgen, trokken we naar het provinciehuis. Daar spraken we met statenleden Martin Loze van de PvdA en Frits Pijmans van de VVD. Ja, want toen wij daar kwamen hingen de vlaggen half stok. En dat kan ik ook rechtvaardigen. Dat is de emotie van de mensen en hun gevoelens daarover. Ja, de coïncidentie van inderdaad een ontwikkeling die voor heel veel mensen van belang is, die feestelijk wordt geopend. Ja, dat contrast is eigenlijk pijnlijk. Ja, in iedere ontwikkeling in Nederland voor infrastructuur zie je dat je obstakels tegenkomt. De ene keer is het een bos, de andere keer is het een berg, maar het zijn ook wel gehuchten, kleine dorpjes of groepjes huizen. Daar ontkom je bijna niet aan in Nederland, want overal waar je streep trekt, staat al iets. Als je echt een goede toekomstige ontwikkeling wil maken, wil creëren, dan loop je hier tegenaan. En gelukkig is in de wetgeving in Nederland die mogelijkheid verankerd. Door hele goede regelgeving op het gebied van onteigening. Ja. Maar niet dat de methode is die ik voorsta. Het beste is om de economische waarde aan de mensen die het betreft uit te kunnen keren. Meneer Pijmans denkt dus vooral in economisch belang. In een stuk dat hij schreef op de website van de VVD stelt hij dat schrijnende gevallen voorkomen moeten worden door middel van verkoop aan de provincie. Hij lijkt daarbij voorbij te gaan aan gevallen zoals in Tienhuizen, waarbij een bewoner niets heeft aan geld, maar simpelweg zijn huis wil behouden. Als ik nu kijk hoe ik me nu voel, heb ik tabletten om rustig te houden. Dit was mijn droom als kind al om zo te wonen. Ik heb het kunnen realiseren. En met geld ben ik niet gelukkig. Ik heb dit zelf gemesteld. Ik heb het huis, de vloer. Dit was een huis met een wrak. Ik heb er nieuw alles erin gedaan. Ik heb er 5, 6 jaar over gedaan om in mijn avonturen en vrije tijd heb ik mijn huis ingericht en alles. En ik heb alles zelf gerealiseerd. Ja. Dus ik heb mijn eigen paradijsje gebouwd zoals ik het graag wilde hebben. Want als ik nu naar me kijk, naar mijn gezondheid, dan red ik het stuk niet. Ik kan die gedachten kan ik eigenlijk niet aan. Ik kan het niet behappen. Nee. Maar ik weet dat het onzin is om te zeggen,
die wegkomt. En die hebben natuurlijk, als er oorlog is, dan gaan ze bombarderen. En je denkt, mijn huis wordt niet geraakt. En als er dus... En mensen gaan vechten en denken ook niet, ik ga dood. En ze denken, ik overleef. En als ik heb twee keer kanker gehad. En ik heb al tweede keer kanker gehad van angst. Ja, natuurlijk. He, maar ik zag een uitweg. Er zijn nog mogelijkheden. Ja? En daar kijk je naar. En dat is het positieve. Maar toen zag ik mogelijkheden. Nu zie ik die mogelijkheden niet. En hele kleine gaatjes. En het is allemaal summier. En ik dacht dat het eigenlijk allemaal zulke dingen veel beter geregeld was. Dat je hebt een gemeente. Daar hoor je dus niks van. Je krijgt dus wel van boetes en je moet regelen en je moet betalen en met alles. Maar de gemeente doet niets voor je. En je moet het allemaal zelf opknappen. De Leidse politiek heeft een slechte indruk gemaakt op de bewoners van Tienhuizen. Carla Bommel woont een paar huizen verderop en doet een boekje open over de gemeente Leiden. De gemeente Leiden denkt dat we in Wassenaar wonen, want... In de Leidse stadskrant, die dus zijn burgers moet inlichten, volgens mij, over alles wat er in Leiden gebeurt, althans zeker dit soort dingen, daar heeft nog nooit één letter in gestaan. Ik denk dat ik daar rustiger van had geslapen als die man ook inderdaad niet had bestaan, maar goed, die is er wel. Die heet, ben ik achtergekomen, wethouder van bereikbaarheid. Is totaal niet bereikbaar. Je moet eerst op internet moet je je aanbieden en zeggen waarvoor je er misschien wil spreken. En dan krijg je dus gewoon niks meer te horen. Nou, zo gaat het met meneer Strijk. Maar ik haal meneer Strijk al herhaaldelijk uit de krant en uit internet dat hij toch wel hele vreemde dingen doet. Ik zal verder niet de finesses, durf ik niet te zeggen, maar ik zou zo niet in het nieuws willen komen zoals hij komt. En hij blijft maar gewoon zitten. Hij kan gewoon blijven zitten. Ik denk dat hij moet blijven zitten. Want ik heb vandaag in de Telegraaf gelezen dat Leiden wel heel ruim omgaat met zijn mensen die dus, hoe noem je dat? Wachtgeld, op een wachtgeldregeling wordt gezet. En ik geloof dat ze al 4 keer meer uitgegeven hebben dan het jaar daarvoor, als ik het goed onthouden heb. Dus meneer Strijk zal zijn tijdje wel moeten werken, denk ik. Maar dan moet hij ook eens wat gaan doen. Kijk, hij kan hier eens een keer langskomen. Hij kan zijn excuses ook eens een keertje komen maken. Want wat dat betreft moet ik mevrouw de Bond echt hoog prijzen. Dat ze is gewoon binnen een maand gekomen, aan de afspraken gehouden. Ze heeft keurig haar excuses gemaakt. Maar Leiden heeft nog nooit iets in de kranten gezet. Leiden heeft nog nooit gereageerd op ons. Hij heeft nooit zijn excuses gemaakt. Hij heeft nooit eens een briefje gestuurd van, goh, kom daar of daar naartoe. Schandalig. Ze kletsen maar. Ze liegen, ze bedriegen. Het is één grote wanboel en wanprestatie. Naar aanleiding van deze uitspraken probeerden wij contact op te nemen met Robert Strijk. Hij wenste echter niet voor de camera te reageren en bleef bij zijn eerdere uitspraak. Daarin stelt hij dat de Rijnlandroute erg goed is aangepast aan de Leidse wensen. Met als kleine kanttekening dat er wel 10 huizen weg moeten. Jan van Leeuwen, bestuurslid van actiegroep Behoud Rijnland, zet vraagtekens bij de gehele Rijnlandroute en in het bijzonder de belangen van de bestuurders van de provincie Zuid-Holland en de gemeente Leiden. Wij zijn een horzel, waarschijnlijk voor vele bestuurders geweest, door constant vragen te stellen, door constant alternatieven aan te dragen. En dat heeft er in ieder geval toe geleid dat nu wel serieus werk wordt gemaakt van de hele beargumentatie, maar dat op de meest kritische punten, dat daar niet op wordt ingegaan. Het probleem is de bereikbaarheid van Leiden. Leiden in- en uitkomen, dat geldt voor de mensen van buiten. Je komt de stad niet in, maar het geldt evenzeer voor de mensen in Leiden. Leiden is qua werkgelegenheid geen centrumgemeente, maar een forense gemeente. Meer dan de helft van de werkenden van Leiden moet iedere dag de stad uit en in. En omgekeerd moeten de mensen die in Leiden werken, komt de helft ongeveer van buiten, moet de stad in en uit. Het probleem is dus, hoe kom je Leiden in?
lijden is een hart wat onvoldoende kan kloppen omdat de aderen ernaartoe niet functioneren. Met cijfers is de afgelopen jaren ontzettend veel gegoocheld. Wat je ziet is dat de laatste 10 jaar het verkeer al redelijk constant is. En in deze regio, op de Churchilllaan, is de laatste 20 jaar redelijk constant. Nog voor de crisis. Snel kwamen de bestuurderen die zich hadden vastgebeten in de Rijnlandroute erachter dat op basis van de huidige cijfers je de Rijnlandroute onmogelijk kon justificeren. En daar hebben ze de volgende list op gevonden. Men heeft gewoon idiote groeicijfers aangenomen. Men heeft aangenomen dat het verkeer zo'n 60-70% zal toenemen. Nou, inmiddels weten we dat 30% heeft afgenomen. Dus ook daar moet je om lachen. Kortom, men heeft idiote hoge cijfers genomen. Op de doorsnee van de Churchilllaan is men zelfs van een groei van 200% uitgegaan. Er zitten nu 20.000, 25.000 auto's daar. En is men tot 70.000 gekomen. Dat had men nodig om in de MKBA, wat eerder is geweest in 2008, een positief saldo te hebben. Dus er is vreselijk gejojoed met cijfers. Cijfers die voorgaande 10, 20 jaar al niet golden. Maar die sinds de economische crisis in 2010 helemaal niet gelden. Je zou dus kort kunnen samenvatten, de overheid is nog een junk die verslaafd is aan groei. En volgens mij, als we de kranten lezen, dan is die groei, die was de afgelopen 10 jaar er al niet meer. Maar is die de komende 20 jaar zeker niet aan de orde. Naast het knoeien met groeicijfers werd er ook slecht omgegaan met burgerinitiatieven. Een van die initiatieven, de Churchill Avenue, werd om vage redenen van tafel geveegd. Het ging eigenlijk voornamelijk over 3 punten waarop ons tracé en wat we destijds hadden voorgesteld niet werd gekozen. Een daarvan was toekomstvastheid, of het in de toekomst nog wel voldoende verkeer kan verwerken. Nou, dat is pas op het eind van het traject toen helemaal besproken en behandeld. Naar onze mening was de Churchill Avenue, vinden we nog steeds, gewoon even toekomstvast als het tracé wat nu gekozen is. Was een modelfout gemaakt in die periode in de berekeningen, dat hadden we pas op het laatst ook ontdekt. En daarnaast is de vergelijking, omdat wij in ons plan ook iets in de binnenstad van Leiden hadden gedaan met de verkeerscirculatie rondom de Moorsweg. Was daardoor ook niet een goede vergelijking mogelijk. En uiteindelijk zagen we dat het verschil wat de provincie beargumenteerde als minder toekomstvast was eigenlijk gekoppeld aan de verkeerscirculatie rondom de binnenstad van Leiden. En niet zozeer gekoppeld aan de Rijnlandroute zelf. En het is heel jammer dat dat mis is gegaan en dat daarmee nooit een goede vergelijking is gekomen. Alle voordelen heeft men weggewuifd en er zijn nadelen naar voren gebracht die wat overdreven zijn. Of die soms helemaal niet bestonden. Tunnelveiligheid, ja, natuurlijk moet je daar een beetje zorgen over hebben, maar intussen is gebleken dat dat gewoon kan. Maar ja, het is een combinatie van factoren waardoor het zo gebeurd is, naar mijn idee. Enerzijds de politieke factoren van het coalitieakkoord waarin dit al stond. En er waren een paar partijen in de coalitie die daar heel erg voor waren. Er waren anderen die daar heel erg of een beetje tegen waren, maar toch voor hebben getekend. Dus de politieke factor van die keuze hebben we eenmaal gemaakt. En dat gaan we dan, als het enigszins kan, ook doen. En verder ook in zijn algemeenheid, dat heb ik toen ook in de Statenvergadering aan de kaak gesteld. Twee dingen. Het is een idee, de Churchill Avenue is een idee wat van buiten komt. Ja, dat hebben wij niet verzonnen, dus zou het dan wel goed zijn? Het not invented here syndroom, wat ik tegenover het NIMBY syndroom, waar men dan veel kritiek op heeft, heb gezet. En dan bovendien, op een aantal punten leek informatie die niet in het plaatje paste gewoon te worden genegeerd. Cognitieve dissonantie, informatie die niet past, die horen we liever niet. Nee, je moet oordelen op wat deskundigen je aandragen en op wat burgers als verweer aandragen. En daar moet je van weten te peilen van, ja, hoe hoog is het waarheidsgehalte, want er wordt je ook ontzettend veel, zeker door actiegroepen natuurlijk. Ieder mens heeft in zich de overdrijving en actiegroepen zijn er nog veel beter in, want die hebben professionele overdrijving.
En dat moet je eruit zien te filteren, van wat is het nou werkelijk? Nou, daar hebben wij meer methodes voor. Wij eisen gewoon dat je nog een onderzoek krijgt, een tegenonderzoek krijgt, een berekening, een tegenberekening. Dat kan je gewoon eisen. Maar de waarheid van allerlei beweringen, dat is heel erg moeilijk. Want vaak klinkt iets heel plausibel en als je het dan uit gaat rafelen, dan blijkt het toch een ander belang te dienen dan de waarheid precies. En, nou mag dat ook. Alleen ik vind dat een statenlid is uiteindelijk verantwoordelijk voor de eindbeslissing. Het bestuur werkt maar uit. Maar wij zijn verantwoordelijk, dus wij moeten het kunnen verklaren tegenover iedereen waarom je die beslissing hebt genomen. Om die afweging zo goed mogelijk te kunnen maken, staat er een werkbezoek aan het door de Rijnlandroute aangetaste gebied op de agenda. De statenleden bezoeken ook 10 huizen. Voor dat bezoek staat exact 15 minuten. Nogal gering, aangezien het hier voor mensen om een ingrijpende beslissing gaat. De bewoners spreken de statenleden toe en vragen hen nog één keer goed na te denken over het besluit. Nu staan we op het punt om ja of nee te zeggen en dan gaan we toch nog eens kijken van... Waar zijn we eigenlijk mee bezig? Maar wij voelen ons daar wel heel erg door in het nauw gezet. Er is weinig tot geen overleg is er, op de een of andere manier. En wat er komt, dat is dan maar mondjesmaat. Maar wij zijn dat dagelijks, dag en nacht zijn we ermee bezig. En dat vreet aan je. En dat is een, op de een of andere manier een ongenoegen. Die zagen niet uit. Dat is, ik weet niet of u wel eens hetzelfde beltje te doen gehad hebt of moeten hakken. Dat je willens en wetens moet kijken. Dat moet opgeofferd worden door een plannenmaker. Als je deze huizen weg gaat schoffelen, er zit zoveel emotie in. En zo lang en zo'n fijn buurtje is dat. Als dit de oplossing is voor algemeen belang, dan moet daar beter naar gekeken worden. Wat aan de overkant is 27 meter ruimte. Daar zou met een geluidswal misschien aan die andere kant, maar nog ver van de huizen af. En hier moeten de huizen weg. Dat daar niet eerder bij doorgedacht is, ik snap het niet. Ik kan hier niet bij. Het bezoek van de statenleden lijkt mosterd na de maaltijd. De Rijnlandroute lijkt er snel te moeten komen, voordat er nieuwe prioriteiten worden gesteld in de provincie. Ja, dit is een project wat mevrouw De Bont van haar voorganger heeft gekregen. De SP en D66 waren mordicus tegen de Rijnlandroute in Leiden en ook in de provincie. En ze hebben allebei voor je gestemd. En wellicht met de gemeenteraadsverkiezing 2014... nieuwe ronde, nieuwe kansen, nieuw college. En in 2015 met Provinciale Staten. En dan ben ik benieuwd. Hè, want in wezen die verkiezingsitems van die twee partijen, de mensen hier in de regio zijn zwaar belazen door die twee partijen. En dan ook nog durven om in een statenvergadering te zeggen, wij zijn tegen deze weg, deze 60 en SP, maar vanwege de coalitie stemmen we voor. Ja, dan voel je je toch niet erg serieus genomen als deze regio. Nou, volgens mij is het gewoon kiezersbedrog. Als je zegt dat je tegen een weg bent en je daar je campagne ontvoert. De SP liep vooraan in de demonstratie vlak voor de statenverkiezingen van die weg. We zijn ook van die kant op tegen. En als eerste gaat meneer Van der Nat akkoord met die weg. Want hij wil zo graag met zijn partij in het college komen. Ja. Wat zijn de burgers dan nog waard? Ja, de SP heeft de kiezers in Voorschoten en in Leiden zwaar belazerd. En D66 ook. En ja, gelukkig komen er iedere 4 jaar weer verkiezingen. En kijken of ze dan hetzelfde standpunt, of dat ze nog steeds dat project verdedigen. En daarom heeft mevrouw De Bont ook haast om natuurlijk alles erdoor te jassen. Want ze is bang dat met een nieuw college, waar niet in het collegeakkoord staat dat die weg er moet komen. In het volgende collegeakkoord van Provinciale Staten, van GS, zal staan dat de provincie honderden miljoenen moet gaan bezuinigen. En ik ben heel benieuwd waar ze dat vandaan gaan halen. Ik kan ze wel een tip geven. Wat heeft stemmen nog voor zin
als partijen niet het belang van de kiezer voorop stellen, maar in plaats daarvan hun eigen zetels het belangrijkst vinden. Dat is iets wat de bewoners van Tienhuizen en andere door de Rijnlandroute aangetaste burgers zich zullen afvragen. Hun vertrouwen in de democratie krijgt een behoorlijke klap te verwerken bij doorgang van de weg. Ik weet alleen dat ik weg moet, maar wat weg moet weet ik niet. En of er nog wel een regeling te treffen is, weet ik ook niet. Wat vindt u het dan nog wel de moeite om de tijd in te steken? Als ik dat niet doe, dan ga ik dood. Je moet doorgaan. Als je stopt, als je niet weet, het is mijn leven en als het nog 5 jaar duurt, heb ik nog 5 jaar dat dit nog aan de gang kan. En als ik zit te wachten en buiten, dan gooi ik het buiten hierbij neer en dan ga ik dood. Gaat u dan letterlijk dood? Ik denk het wel, want ik heb erg veel spanning als ik bezig ben niet. Maar als ik in vrije uren, die vind ik vreselijk nou.